John Visser, onze specialist op het gebied van waterzijdig inregelen, gaat vandaag kijken naar het magneetfilter en de microbellenontluchter. Als je dus gaat waterzijdig inregelen, zijn twee dingen heel belangrijk. Je moet een schone cv-installatie hebben en hij moet vrij van lucht zijn. Een schone cv-installatie is heel makkelijk om te doen. Dan plaats je op de retourleiding onder het verwarmingstoestel plaats je een magneetfilter. Al het water wat vanuit de installatie richting het verwarmingstoestel gaat, wordt voor 95% gereinigd. Dat is stap 1. De volgende stap is het zuurstofrijke water wat door het verwarmingstoestel heen loopt, wordt opgewarmd en dan krijg je microbellen. Die microbellen die zorgen er ook voor dat je energieverbruik hoger is als dat nodig is en brengt weer schade aan de cv-installatie. Die haal je er dus uit met een microbellenontluchter. En zo kan je dus door deze twee appendages te plaatsen, kan je dus heel veel klachten voorkomen. Dat de onderdelen kapot gaan in zo'n verwarmingsinstallatie of in een cv-ketel. En die zorgen dus ook voor dat je zuiniger stookt.